Yo mensen, ik ben Douwe van Epic Gamers en vandaag begin ik met een nieuwe serie. En hij heet Dungeon Defenders. En ja, zoals je ziet, dit is Dungeon Defenders. En ik heb dit al wat vaker gedaan. Want dat kan je zien aan mijn mana helemaal ergens onderin. En het kan zijn dat ik niet zo helemaal goed mee. Niet alles heel goed doen, want mijn W werkt niet heel goed mee. Mijn W werkt niet goed mee. Ja, lopen. Oké, okay. Ja. Achter. Oh, kut. Oké, okay, dus even kijken, doet hij het nu wat beter? Ja, hij doet het nu wat beter. Maar ja, zoals je ziet dus, dit is... Dat zijn allemaal trofeeën en zo. Kijk, en deze kan je open krijgen met hier twee trofeeën en daar één. Of beide één en beide kanten. En dan ga je hier doorheen en dan heb je dit. Allemaal. What is juice? Blikjes? Defend. Kind the crystal. Medieval spire. Oh, de game lijkt nu heel erg. En secret trash. Oké. Okay. Die chamber lijkt ik heel erg. En dan zie je high definition television en zo. En al die shit en zo. Hier ik allemaal. Oh. Stond. Ik ga even uit de. Dingen. Daarin lag ik heel erg hard. Oké, dus wat we dus gaan doen is ja dingen gaan vermoeden natuurlijk. Ja, oké. Okay. En dit is het eerste level, die heb ik 4-7. Oké, okay, we beginnen bij medium. Hier. En laten we beginnen. Oké. Okay. Ja. Verder. Oké. Okay. Etheria was once a land of living legends. Long ago, brave warriors across the realm stood together against an immortal evil known as the Old Ones. In the wake of this struggle, the champions locked away the power of the Old Ones inside Eternia crystals. Recently, the realm's heroes, called to a faraway crusade, have left their younger kin to tend the castle and its chores. Ja. Oké, ik ben hier niet echt goed in. Oh, ja. Oké. Okay. And imagining action and adventure, the pupils accidentally unleash an ancient force that has long been dormant. Now these heroes in training will have to grow up quickly. Ja, dat weet je nu wel, hè? Together they will defend the Eternia crystals against those who would seek to resurrect the ancient evils. Gaat nog even zo doen. En nu stopt het weer. Nou ja. Oké, okay, ik hoop niet dat het zo erg lijkt hier. Het lijkt wel een beetje, maar het komt een beetje door fraps. De fraps. En omdat mijn computer gewoon volgepleurd is met video's. Maar ja, Defend Eternia. Oh, ik lijk al level up, hè? Equal speed. Ja, ik weet dat je heel blij bent hoor. Oké, okay. Party, level 1. Geet toch? Ja, geet. Oké, okay, daar kan ik ze dus blijkbaar niet raken. Dat was ik weer heb vergeten. Dus dan kan je zien dat ik het al voor een hele lange tijd heb niet gedaan. Hè. Ik was op een gegeven moment als ik ook echt het hoogste level wat je kon zijn. Dat is gewoon niet meer leuk. Oh. Oké, okay. Jij. En naar de maan.
I believe I can fly. Move. Oh shit. Oké, okay, snel naar het kristal, anders wordt het eigenlijk wat door die monstertjes. Oké, dus even een dood. Nu zijn ze de best dood, maar ja. En nu komt er nog een. Als die. Als de pannenkoek. Pannenkoek. Is het oké? You cannot kill me, I'm a very powerful wizard. Mijn dood. Oh. Ik was eerst sterker. Ik heb 3000 toen. En nu is hij dood. Kijk, mooi lijk. Kijk. Summon defense. Magic missile tower. Ik moet wat meer inzoomen. Human defense. Magic missile tower. Eentje daar. Daar in de fan. Oh, fijn. Heb ik hier genoeg? Ja, oké. Ik blijf gewoon lekker hier staan en ik begin wel verder met niks. Even wat meer inzoomen. Waaah! Alakazoom! Oh yeah! Je gaat dood! Je gaat allemaal dood! Gelukkig komen hier nog geen ogers. Ik deed dit, vroeger deed ik dit echt heel vaak de demo van. Nadat ik dit nog niet gekocht. Kijk, eigenlijk dit spel is het eerste spel dat ik gekocht heb voor Steam. Ja, Left 4 Dead is shit. Deze door de third heb ik ook gekocht, maar die lijkt nog erger dan nu. Dus dat is niet echt het leukste wat er is. Nee. Oké, sneller maken. Oké, hier. Ja, jij ook weg. Ja, boem. Oh, ik kan sneeuwen, hoor je dat? Shit, ik faal hier echt keihard. Okay, waar kan ik ook weer leven? Oh ja, daar. Oh, bij de tunnel. Oh, strom. Hier nog wat meer defense neerzetten. Ja. Oké, we maken mij gewoon wat sterker. Oh, zeker dat wel. Ik kan zeker. Omhoog. Oké. Okay. Eén pannenkoek daar. Wow. Oké, hier zitten allemaal kisten en shit. Oké. Oh jee. Yeah. Ik weet niet waarom ik dat de hele tijd doe, maar... Ik kan nog wel aan verslaafd. Oké, nog een keer. Oké. Dus... What we willen doen is...
nog meer pannenkoekjes neerzetten. Daarom met je misgenomen. En voor de rest blijf ik gewoon hier staan. Kom met vee. Oké, dus ik ben nu wel even lekker aan het afknallen. Hier een beetje. Lukt niet helemaal, want ik mis de helft. Alles. Ook al raak ik ook wel wat aardig. Oh shit. Oh yeah, armor. Dat kan ik weer verkopen. Maar wat ik eigenlijk wil bereiken is de rijkste man van Dungeon Defenders worden. Dat wil ik gewoon heel graag. Oeh. Oh, ik ga kapot. Hier, ik ga kapot. Ik heb niet aan de hond. Ik ben een meet. Jullie zijn er niet. Ook al vermoorden jullie mij wel bijna allemaal. Wat een muis. Ja, het is ook een muis. Maar. Wat heb ik zo'n zin in mijn leven als ik wat ouder ben? Dan kan ik een betere muis kopen, een betere computer. Ik speel nu wel op mijn nieuwe laptop, maar ik vind hem al niet meer zo geweldig. Dat is een begin. Hij is heel slow. Omdat ik hem helemaal al vol gepleurd heb. Maar ik ben gewoon mezelf. Ik pleur alles vol. Oké, een beetje wisselt dan. Schoenen. Nogal. Self-defense. Ah, kan niet. Heb ik te veel geld voor? Wauw, voor het eerst dat ik dat hoor. Dat ik te veel geld heb. Ah, je kan nooit te veel geld hebben. Altijd te weinig. Te veel. Ah. Oké, dus hier komt er nog één. Oké. Cell defense. Oh. Human defense. Hier één. Oké, hier is de DI. Hier zo één. Wat geld pakken. Hoeveel geld zouden de mensen met het meeste geld hebben eigenlijk in Dungeon Defenders? Ik denk wel heel veel geld. Maar die doen dit echt dagelijks. Ik deed het eerst ook dagelijks, maar nu niet meer. Oké, laten we weer beginnen. Ik moet zo meteen eten. Oké. Ja. Oké, hier kom jij maar hier op de archer af, lijkt archer dood. Help. Wow. Oh. Oei, kutje. Alakazam. Zart. Oké, dus nou, ik ga nog wat meer vertellen over deze serie, dus ik ga, denk ik later, als ik heel goed ben, ga ik dat ik al mijn goede accounts heb ik verwijderd. Later als ik heel goed ben, oh shit, ik hoop dat is mijn grote. Later als ik heel goed ben, wil ik ja.
wil ik ah nee, zo'n foto. Wat kan goed. Wil ik dus de alle missies nog een keer gaan doen. Maar dan als ik heel goed ben, weet je wel, dat ik een heel goed ben. Oké, een beetje vaag gesprek, maar dat hoort wel bij. Ben je een vaag king of een vaag gesprek? Oh. Oké, dood allemaal. Dood aan jullie, boom. Oh ja. Alweer een heb ik niet getrouwd. Nog even niet. Maar ik haat het echt wel een poepmuis. Ah ja. Die zwemmen. Jij bent dood. Au. Oké, jij gaat ook dood. Gaat gestoot. Hoeveel waves heb ik nog? Oh oh. Ik heb power beneden. Oeh. Final wave. Wacht even. Tenminste. Oké, deze even oppakken. Defense. Muurtje, hè, jongen. Oké, en dan zet ik hier ook nog missile towers neer. Twee. Zo. Kan ik dingen al repareren? Nee, wel. Ik ga ze gewoon verkopen. Velden, fans. Krijg ik dus 6 voor. Hier maar 2. Oké, dus. Human defense. Muurtje. Missile tower. En nou, daar heb ik weer te weinig voor. Oh, wacht. Er ligt nog genoeg geld dus. Oh ja! Doe ik het alweer. Human defense. Zo. Is dichtbij, wacht. Oké. Dus. Wacht. 61 enemies komen er. Dat is wel een beetje erg veel makers van dit spel. Oké, dan gaan we hier staan. En dan ready. Kom dan. Oké. Kadur. Kadur. Oké, dus. Je komen allemaal. Ja. Hoofdstrom. Holy strom. Staan op het bed. Ja, I'm gonna kill you. Boom. Daar gaat hij. Het leeft nog wel, man. Hallo. Ga niet mee, nee. Hallo.
Hey. Boom! Ouch. Nee, zoveel archers. Kan ik niet. Nee, nu ga ik dood, hè. Voilà. Oké, dus dit is eigenlijk best wel moeilijk, dus dit wordt een episode. Oh ja! Oh. Nee! Oké, en mensen, dat was dit level voor vandaag weer. Oké, dus het ging heel slecht. Maar, oké, dit was dus... episode 1. De volgende episode zet ik hem wat zachter. Zet ik hem op easy of zo. Want dit was wel erg slecht. Oké, laden. En dan sluiten we zo meteen af. Oh ja, en sorry dat Ricardo van IJsnes.nl sucks. Sorry dat hij er niet bij zit, maar hij reageerde de hele tijd niet wat ik vroeg de hele tijd op school. Ja, wil je meedoen? En hij zegt, ja, ik denk er nog over na. Ja, daar heb ik dus natuurlijk niks aan. Maar ja, dit was het dan weer voor vandaag, mensen. Ik ben Douwe van Upgamers en ik was Dungeon Defenders.